Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Gold CBN olie. Gebruik CBN olie onder andere om beter te slapen, voor pijnbestrijding en voor goed herstel na de training. Steun hun, want zij steunen ons ook. Voor meer informatie ga naar cbnolie It's time for Vectors Basen. Vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je oren of op je beeldscherm. Hoe je deze podcast tot je neemt. Je weet ze we zijn op alle platformen te vinden. Met de beste verhalen van je favoriete vechters. Zijn het de legendes van gisteren. De toppers van vandaag. Of de toppers van morgen. We hebben ze allemaal. En de man die we vandaag hier te gast hebben. Ik wou hem al heel lang graag een keertje hebben. Ik ben heel blij dat hij hier is. De meeste mensen kennen hem allemaal 100%. De Crusher, Errol Zimmerman. Nee, dank je wel. Ja. Mooi, mooi, mooi. Ik ben blij dat je er bent. Hoe gaat ja. het met je? Het gaat goed, mag niet klagen. Ja? Jawel, jawel, jawel. Mooi. Uh, ik wil veel bespreken met je. Je hebt natuurlijk een, 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 een roemerige geschiedenis al. Je bent nog in het heden. Je vecht over anderhalve week. Ongeveer. Ja, twee weken is 22 april ja? uh, bij de KSW. Ja, En MMA, dus het is ook weer een avontuur, daar gaan we het ook over hebben. Uh, nog veel meer. Maar eerst wat ik even met jou wil doen, is een, een paar rapid-fire questions uh, met je doen. Uh, en het gaat over mijn eerste. Dus uh, de eerste vraag die ik jou wil stellen, is je eerste baan. Wat was dat? <laughs> eerste baan. Um, kranten bezorgen, wel, denk ik. Ja? Ja. In Breda? Ja, in Breda. Welke krant? <laughs> Het waren of Zo. Oh ja. Zoiets. Ja. Vond je dat leuk? Nee, ik heb het een week gedaan en daarna ging ze een container in. <laughs> <laughs> Net als bij iedereen. Ja, hoe oud was je toen? Ik denk ja, jaartje of 14, 15. Ja. 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 Wist je toen eigenlijk al dat je dit wilde gaan doen? Toen deed ik al trainen. Toen trainde ik uh, bij Kees Bees. Eerste sportschool uh, waar ik mee begonnen. Ja. Uh, vanaf mijn 13 zo. En uh, oh. de rest is history. Uh, je eerste auto? <laughs> mijn, eerste <o> <laughs> mijn eerste auto. Uh, eigenlijk was het een uh, open Calibra 2 liter. Zo. En daarna werd het een, een uh, Renault 19. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh. Nou, een open Calibra 2 liter, dat is wel uh. een, een goede bak om mee te beginnen, niet? Ja, ik was jong, 18. Ja. Dus, uh, ik moest gewoon een auto hebben, dat ja. was het belangrijkste, vervoer, ja, 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 ja. eindelijk geen scooter meer. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi man, je e e eerste vakantie, weet je die nog? Uh, eerste vakantie, uh, Spanje. Uh, trouwens eigenlijk niet, Curaçao was mijn eerste vakantie, ja. met mijn moeder. En uh, dan eigenlijk Spanje met een uh, ex. Ja. Maar de eerste vakantie in Curaçao, want je bent van Curaçao, maar je ja. bent in Breda geboren. Ja. Ja, dus dat was het de eerste keer dat je daar kwam ook. Hoe ja, was dat was, voor uh, je Leuk man. Leuk. Jonge jongen, ik denk 10, uh, 11 jaar of zo. Was de eerste keer dat ik naar Curaçao was gaan met mijn moeder. Uh, opa, oma, mijn dag en ja, de rest van de familie. Hele leuke eiland, heel lekker eten. Uh, ja, altijd mooi weer. Soms een beetje regen, maar de, ja, dat is wel lekker daar. Ja. Heb je veel familie dan? Of daar? Ja, de, he, sorry. Helemaal moederskant uh, want aan die kant eigenlijk. Uh, ik heb hier ook in uh, Lelystad, uh, Hier ook een beetje familie, maar de, de basis woont eigenlijk daar. Ja. Ja. Nou ja, Dus dan heb je veel mensen om te bezoeken altijd. Ja, zeker. Simonman is een groot familie. Dus, uh, yeah. Goed om te houden, dus als ik ooit naar Curaçao ga en jouw naam laat vallen, dan komt, komt, komt ik, wel ik overal welkom. Kom, kom wel goed, kom, wel goed. Kom wel goed. <laughs> Mooi. Maar uh, dan maakt ik een das niet alleen in Curaçao. <laughs> Um, je eerste celebrity crush? Pff, heb ik niks. Nee, heb ik nee? eigenlijk niet eens. Nee. nee. Niemand? Nee. nee. Oké. Okay. Okay. Nee. Um, eerste keer dat ik iemand koud sloeg? In de ring of buiten? Ik stel de vraag oh, aan <laughs> jou, jij mag het antwoord bedenken. Ja, eerste keer dat ik iemand koud sloeg. Ik denk ik. Uh, is echt lang geleden hoor. <laughs> ja. Ja, ik denk op school, op, uh, op de Liefse zo ik weet het echt niet meer, het is echt lang geleden. Ja, ja. Toen, je... toen, ik, toen ik de eerste keer iemand naar elkaar sloeg, ja. buiten, <coughs> vanaf die moment heb ik eigenlijk niemand echt meer naar het hoofd geslagen. Toen sloeg ik mensen naar het lichaam. Buiten? Ja. Ja. ja, in de ring wel, hè? Ja, in de ring wel, daar heb je handschoenen, is dus wat veiliger. Kan je vertellen wat dat gevoel is. als je, de, de, toen je dat de eerste keer voelde dat je iemand sloeg en dat hij neerging en niet meer op. Lekker beter dan een orgasme zeg ik altijd. Ja? Ja, man. Ja. Het is heerlijk. Gewoon uh, iemands leven daar gewoon zien verdwijnen. Hij kan niks meer doen. Strumpelt soms nog omhoog van hij hey, wil hem. Maar ja, je hebt alle energie uit hem getrokken. Dus, uh, dan is het game over. Dat is. Uh, ja, heerlijk. Heerlijk. Daar doe je het voor. Ik, ben, ik, ik zeg eerlijk als ik wedstrijden ook win op punt of wat dan ook. Ik kijk meestal aan mijn gezicht al zien, ik ben niet. Ik ben niet satisfied. Hij moet nog out gaan als hij mm. erin komt. Ja, Daarvoor kom ik erin. Ja, daar vind een... ik niks. Nee, dat nee, is niet mijn stijl. ik heb met Gilbert Eiffel het hele discussies over: die vindt eigenlijk het hele scoren van, nou, als je punten wint, dan moet je niet winnen. Weet je, die wint alleen maar als je iemand nog uit staat, eigenlijk. En als je iemand niet ook uit staat, is het gewoon onbeslist eigenlijk, ja, dan moet ze eigenlijk ook geen tijd doen ja. zonder tijd en gewoon vechten. Ja. Dat, is, dat is Dan de sterkste ook altijd over, over, over meesten. Ja. Oh, geen Gewoon, Gewoon geen tijdlimiet. Gewoon geen tijdlimiet. Gewoon knokken. knokken. Ja. ja, dat is ook vet. Eerste keer dat je echt trots op jezelf was? Um, ja, keer dat ik echt trots op mezelf was. Mijn kinderen, dat is mijn, dat is mijn trots. Maar, uh, ja. dat is goed. Ja, dat is een behoorlijk goed antwoord op. Voor de rest. Ja. nee, niet op, trots op alle dingen ook die je gepresteerd hebt? Jawel, maar. Dat is van, uh, trots op je kinderen, dat is het belangrijkste nee. wat je kan noemen. Maar... Maar ik, ik heb veel gedaan in mijn carrière met kickboxen, maar ik sta er niet van te kijken. De meeste nee. mensen die mij kenden <coughs> als kind, die wisten al dat ik het ver zou schoppen. En uh, ja, ik hoef daar niet trots op te zijn. Ja, het is leuk, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben altijd er uh, heel nuchter over geweest, eigenlijk. Uh, en nog eentje, het laatste. Uh, je eerste paycheck na gevecht, dus je eerste keer dat je geld in het vechten, wat heb je toen gedaan met dat geld? Een uh, Alekanderen gekocht, een ketting, een Surinaamse ketting. Ja, Ja, en die moest ik hebben. Heb ik een, een uh, ja, uh, Surinaamse ketting gekocht, zilver, met een uh, boxhandschoentje. Dat was eigenlijk mijn uh, eerste paycheck, ik heb ik gelijk daarin uh, geïnvesteerd. Mooi. Heb je die ketting nog? Ja, zeker nog steeds. En ik denk dat ik hem ook aandoe de, bij deze wedstrijd als ik naartoe ga. Huh? Ja. Even goed en uh, lekker. Uh. Ja, ik weet niet. Ik had al zo'n gevoel, en uh, nou vragen erom, dus dat is een ja. teken. Dus je staat ook echt ergens voor voor je aan, aan dat moment. Ja, zeker. Dat... dat was een beetje het begin uh, met mijn uh, eerste guldens. Ik kreeg nog uh, guldens, dus dat was mijn eerste ketting die ik had gehaald. Dat is toch uh, iets trots op me. Ja. Ja. Nou, dan val je eigenlijk een beetje meteen uh, uh, met de deur in het huis waar ik wilde beginnen met jou. Want je zegt: het was nog geen gulders. zo lang vecht je al. Ja. Um, en ik weet je, en ik doe altijd een klein beetje research, niet te veel, maar zocht je op. Denk je bent pas 36, en ik vind pas 36, ja. eigenlijk nog best wel jong. Voor mijn gevoel loop je al duizend jaar mee. Ja. Voor mijn gevoel, zolang het kickbox is, ben jij al, al aanwezig. Dus kan je nagaan ja. hoe lang je al in die game bent en en nu nog relatief jong bent. En als ik altijd aan jou denk, denk altijd en bedoel ik niet als de fan in mij die spreekt, ja. hè, van deze man is zo goed, maar hij heeft zoveel meer ingezeten. Ja, de, dat hoor ik. Uh... Vanaf jongs af aan, eigenlijk. Daarom ik zei dat net al, ik, heel mijn leven hadden de mensen dit al wel voor mij en meer. Ja. <coughs> maar ja, het leven is het leven, snap je? Ik zeg, mm -hmm. zeg ook heel vaak tegen die mensen, als je om je heen kijkt. Jij kent zeker ook veel mensen die hadden, zeker profvoetballer kunnen worden, of dit of dat. Dus uh, ik kijk daar niet naar. Ik kijk wat ik voor me heb. En uh, wie voor me komt, die gaat gewoon naar de grond. En ze kunnen het allemaal krijgen. Ja. Ik kijk niet achteruit, ik ben iemand, ik kijk naar voren en uh, wat vorm is, dat, dat pak ik aan. Ja. Dat is sowieso een hele gezonde instelling, die moet je denk ik altijd hebben. Maar kun jij je vinger op, uh, op leggen, of wellicht dan denk je dat je er niet uh, uh, meer uit hebt gehaald? Dat je niet helemaal misschien je potentie hebt bereikt of vervuld? Gewoon het leven, ik hou van het leven. Ja. Uh, vroeger kwam uh, ik wou bij elke feestje ook erbij zijn, ik kwam niks missen. Uh, nou is het een hele andere tijd. Uh, met de social media en al die dingen. Hmm. Vroeger was dat niet, dus je wou er echt bij zijn. Ja. Ik, wou, ik wou het leven proeven en uh, mee genieten. Niet hele dag alleen op de sportschool. Al zeg ik, ook al uh, was ik aan het feesten tot 5, 6 uur s ochtends, ik was toch op de sportschool om 11 uur of ja. 14 uur s ochtends. Deed ik toch met iedereen uh, gewoon hard mee. En, uh, ja, omdat ik gewoon van, de, van knokken hield. Het heeft mij nooit. Uh, Eigenlijk tegenhouden vind ik. Nee. Al had ik misschien wel meer kunnen doen. Maar je leefde niet als een maar, prof, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Toch wel, maar toch weet ik niet. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Dus ja. je had wel de, je had wel de, de, de trainingsintensiteit ja. en, en de wilenspraak alles. Ik, ik kon die... met, met iedereen meegaan. Ja. En dan praten we over die tijd. Toen trainen we met uh, uh, ja. Stefan Leko, Galit uh, Arab, uh, Heath Heding, zijn broertje. Uh, noem, noem, ja. noem maar op. We waren echt grote gasten daar ja. en dan praat ik, die leeftijd was ik 18, ja 18, 17 jaar trainde ik al met die gasten en ik kreeg ze, maar ze kregen hem ook zeer zeker van mij. Ja. En uh, ja, ik en Saike waren toen nog een beetje de jongsten en we konden met iedereen meegaan. De ene keer uh, wonen we, maar de andere keer wonen wij ook, snap je? Dus ja. we hadden iets om tegenop te klimmen en dat uh, wil ik nou ook aan de Jeugdbons uh, Jeremy, uh, we hebben nog uh, dado. Ik wil dat hun bijbrengen. Ja. dat extra stapje, wat ik vroeg van hun heb gekregen, die geef ik hun nou. Ja. Net zoals ik Jamal ook veel heb geholpen in zijn uh, carrière. Ja. Dat wil ik nou aan de jongere generatie zeg maar, bijbrengen. Ja. Wat was dat van tijd, die Golden Glory tijd? Want wat je noemde net al een paar namen, het was echt roemrug. En je ja. hebt nog de Ellison en de en Ik heb gewoon even vijf mensen die ik even de ja, ja, ja. nou heb genoemd. Maar toen waren er volgens mij gewoon. Uh, Zeker 10, 15 zwaargewicht aan Sam Schild en noem maar op, die waren er ook allemaal in die hong, Ja, wat kan ik daarover zeggen? Elke train, elke woensdag was een gehakt dag. Mm -hmm. En uh, er was geen off-season die tijd. Uh, als in januari vochten drie, vier mensen. Uh, kwam februari, vochten ook drie, vier mensen. Elke maand moest er iemand vechten. Dus we waren elke week, elke dag waren we echt in een. Uh, soort Westerij Het was gewoon heel anders, een heel harde tijd. Ja. 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 Eh. Ik het wel, hoor, Ik het wel. Ja, wat mis je eraan? Gewoon ja, niemand klaagde. Er was geen ouw. We spaarden heel hard, niemand deed elkaar pijn. Ja, soms ga je even te onderuit of je krijgt een acht tellen, je pakt die stijl weer op. En je ziet dat nou een beetje vergaan. Mens moet een beetje harder worden. Ja. Dat zie je ook wel in de ring qua vechten. Het zijn meer puntenvechters geworden dan uh, vechters. Ja. Gilbert Sint zegt altijd, ja, het zijn nu meer atleten vroeger waren het meer knokkers. Ja, zo kan je het ook noemen. Ja. Vroeger was het meer knokkers, knop. Ja. En dat zie je jammer genoeg niet meer. En vooral ja. niet meer bij de zwaargewicht. Ja. Wat ligt dat dan denk je? Um... Heeft dat inderdaad te maken met, met dingen als social media en commercie en zo <sus> dat de belangen te groot zijn? Nee, da ik denk dat Rico dat helemaal heeft veranderd. Rico heeft een... Uh, een stijl gecreëerd voor zichzelf wat heel goed werkt bij hem. En ik denk dat mensen mm, toch uh, een beetje zoals hem willen vechten, maar hun begrijpen niet dat ze dan al zeven, acht jaar <coughs> achterlopen. Want Rico doet het al. Zolang als ik train, train ja, hij ook ja. En uh, ze moeten dan gewoon opbouwen in hun eigen, hun eigen systeem, in hun eigen een eigen art moeten maken. Je moet niet iemand achterna lopen, je moet het beste uit jezelf halen. Zo, zodat je iemand anders ook kan verslaan, snap je? Als je een... <coughs> sorry. fuck hmm. je water, geen huh? probleem. Ja, ik zit trouwens net wel even te denken aan wat jij zelf over social media, dat ik ben... Zo blij dat in mijn tijd, ja ik ben nog ietsje ouder dan jij, dat er hmm. geen social media was. Het leven heel anders uit, oh. maar uh, ja. Nee, maar, maar inderdaad, als je het hebt over de vechten van nu, de veranderde mentaliteit, ja. zo dat mensen te veel kopieketten eigenlijk? Ja, ze kopiëren te veel en ontwijken van hun eigen unieke systeem. Ja. En dat was het mooie van vechten. Dat zag je ook bij de K-1. Iedereen had hun eigen stijl. En euh, ze wilden allemaal hun eigen stijl laten zien. En deze dag proberen mensen uh, iemand anders te zijn. Ja. En dat is jammer. Ja. En, en, en dat ook wat jullie met Golden Glory hadden. Want eigenlijk, nu heb je dan in Amerika, zie je wel van die super gyms. Je hebt een American top team en, en uh, Kill Cliff met Henry mm -hmm. Hoog natuurlijk. Je hebt ook, weet je wel die grote gym, met heel veel vechten. Jullie waren eigenlijk het eerste superteam. Toch? Hadden, weet ja, je, een, we hadden alles. MMA, uh, kickboksen, ja. misschien ook een paar boksen. Vanaf vroeger al, vanaf het ja. de begin, deed altijd MMA. Die vroeg me ook: kom en mij? Ik zeg: Nee, dat is niks. Dat is voor homo's. Laat zitten. <laughs> en, en nu wil ik niks anders. <laughs> maar ja, als ik toen al uh, mijn, grond, mijn grondwerk had gedaan met ja. hem, dan uh, waren mensen nou gewoon echt een probleem nou voor mij. En uh, nu loop ik daar ook een beetje achter. Maar grondwerk is wel te doen. Ik ben gewoon niet bang om te vechten. En uh, als iemand mij uh, naar de grond wil halen of wat, dan ook good luck. Maar je moet weten wat er op je afkomt. En. Uh, ja, dat gaan we de 22e zien. Ja, ja. ja, het was een wonnekje. Je had natuurlijk inderdaad MMA. De 11ste. <laughs> Sam deed ook, ook al MMA toen ja. de tijd. Hè. Uh... Maar ik heb, het, ik heb het ook gedaan in 2008. Ja. 2008 vroegen mijn fans uh, in Japan uh, van uh, hey, we willen jou graag een keer MMA zien doen. Ik zag, uh, <laughs> ik zag gelijk al: ja, ik heb nog nooit in mijn leven getraind. Niks gedaan. Kort zat gemeiskor uh, en bas. Ze vragen of je MMA wil doen, Dynamite Show, dit en dat. Dat was opnieuw als avond de grote show die er is in Japan. Ik zeg ja, zeker, tegen wie? Ja, ja een kleine een Chinese, ja. Minowa man. Ik zeg oh, <laughs> geen probleem legend. joh. Ik zeg ja, is goed. En op een gegeven moment, uh, ja, ik denk toch even kijken wie is die gozer. Zo, zo kleine man. En ja. op een gegeven moment uh, zie je, hij heeft Gilbert Eiffel verslagen, hij heeft die verslagen, allemaal vrede, grote man. Ik denk nee, nee, nee heb, ik, heb ik tegen die gozer gevochten? Maar pas daarna. Daarna ging ik zijn CV. Want van tevoren interesseert het me niet. Elke tegenstander waar ik tegen, tegen sta, denk ik van mijzelf. Ik vertegen tegen Dat zeg ik ook altijd tegen die jongens. Nou, ik vecht tegen mijzelf tegen de beste versie die mm. daar is. En die moet ik verslaan. Ja. Dat is mijzelf. Niemand kan van mij winnen. Wat, uh, als je, je hebt er echt letterlijk tegen iedereen gestaan na die tijd. Hè? de Sam Schild, oud-trainsgenoten, uh, Remy, Badder. Uh, ik vond tegen Sam toen niemand tegen Sam Schilt durfde te, te vechten. Ja. Dat was ook een van de redenen dat ik uh, de eerste keer voor de wereld die titel vechten. Want ze hadden Re, uh, Raymond Bjaskie gebouwd, die, die wou niet. Nee. Die had net een pak slaag van hem gehad. Die uh, checked in de uit, dus die durfde niet. Peter wou vechten, maar die ging opereren. De ja. operatie en uh, ja, ik zeg gelijk ja, teamgenoot of niet, uh, je vecht voor een wereldtitel. Dus ja. uh, waarom zou ik het niet doen? Ja. nou ja, hij is uh, twee meter twaalf, uh, hij heeft uh, uitschuifbenen en uh, niemand wint. Dat zou een van de redenen zijn dat, dat sommige mensen misschien denken van nou, doe het niet. Ja, maar daar leef je toch voor. Ja. Kijk, uh, <clears throat> toen Ogano in het begin bij de UFC kwam, zei ik al ik wil tegen die man vechten. Ja. En waarom wil ik tegen die man vechten? Dat hij is een echte vechter ja. Hij is van Afrika gelopen, nou weet ik wel, Parijs. Nee. Die man heeft iets, snap je? De, die kracht, die, die, die wil, dat wil ik proeven. Dat, dat, zo, dat is een vechter, ja. dat is een echte vechter. Ja. Die, die man zou zoveel uit mij halen om hem te kunnen verslaan, om te willen verslaan. Ja, daar leef ik voor. Ja, ook iemand die net als jij ook uh, zo bekend is om de, de enorme vuurkracht die, die uh, ja, hij, heeft, heeft. Uh, hij heeft. Hij heeft veel power man, ik moet nog testen. Dus ik ken er nog niks over kwijt. oké. Okay. <laughs> ja, ik kan ik gelijk een revenge voor te maken, snap je? Ja. Ik denk dat ik hem beter kan finishen. Ja. Maar uh, uh, laten we het even over Sam Schild hebben. Meerdere keren tegen hem gevochten zelfs. Twee keer. Ja. Twee keer. Ja. Ja. De eerste keer niet echt zo vocht. het was, was snel snel. Maar de tweede keer, daar had ik echt goed voor getraind. En ja. daar heeft hij mij gewoon uh, een beetje eigenlijk uh, schakmatig. Sam Shields was toen niet, meer, uh, toen niet meer te verslaan. Nadat hij van Badr had ja. verloren toen in, even goed zeggen, Arena volgens mij. Of was dat in Japan? Ja. Ivo Badr had hem één keer nog gepakt. Daarna is Sam Shields zo goed teruggekomen. Ja. En niemand zou hem meer verslaan. Maar toch had je hem niet. Wedstrijd, had je, had je wel in je momenten? Ik ook. had momentjes, maar het is moeilijk. Kijk. Ik kon hem één keer raken, maar die tweede keer was hij al weg. En dat is, dat is de slaper. Ik kon, ik kon hem raken, maar ik kon hem niet laten slapen. Nee. Dat was vervelend. <laughs> ja. Wat is je moeilijkste tegenstander geweest? Is dat zin geweest? Nee, nee. Mijn moeilijkste tegenstander, ja, dat weet niemand. Uh, Magomedov. Ja? ja? Toen was ik uh, 17, ik werd net 18. Deed ik voorrondes uh, K1 mm -hmm. in Zweden, volgens mij. Vocht ik tegen een Zweed in de eerste ronde, die sluipt eruit in een extra ronde. En toen vocht ik tegen Magomedov. En uh, die gozer kon ik niet raken. Ik hey. nee, maar een keer opzoeken, staat op, alleen via Google. Economie raken, gaf ik hem rechts of links. Hij draaide om, deeg ons zo achter op mijn hoofd. <laughs> en dat soort dingen. Ja, dat frustrerend. Was, ja, hij was te snel. Ja. Hij was te snel. Dat is mijn uh, lastigste wedstrijd eigenlijk. Ja, want wat is frustrerend? Iemand zoals Marco Medo die je niet kan raken? Of iemand ja. die je wel raakte en niet neergaat? Ja, die heb ik ook vaak gehad. Maar uh, iemand die niet kan raken is vervelend. Ja. Is vervelend. Ja. Want dan moest ik achter hem aanhuppelen en doen. Uh, nee. Ja. En, en wat, wat, waar kijk je met het meest plezier op terug? Welke wedstrijd of welke tegenstander? Uh, dat is een goede vraag. Ik kijk eigenlijk nooit echt wedstrijden terug. Als ik het heb uh, gedaan, heb ik het gedaan. Dan uh, drinken we pills en dingen. is het ja. voor mij weggedaan. Maar, uh, nou ja. ja. Ik weet je, had toen op een gegeven moment echt een, een. best wel een heftige rivaliteit met Rico bijvoorbeeld toen de tijd. Kijk, je, maar, was ja, nee, degene, kijk, de eerste die hem outsloeg, nee. weet uitsloeg. En daarna won hij van jou op punten. Dat was een nee. beetje discutabel. Uh, uh, in ieder geval, zo werd dat door jou uh, ervaren. Nee. Uh, en in de derde wedstrijd was het natuurlijk toch kut hoe dat uh, afliep nou, Hij had patellen afgescherpt, klopt. Ja. Kijk, Rico is een goede jongen. Uh, Glory heeft altijd zo naar buiten gemaakt dat ik hekel aan hem had of zo. Ik heb ja. nooit hekel aan die jongen gehad. Dat is gewoon <coughs> zo gemaakt voor de show, voor de mensen. Mm. Om die partijen te verkopen. Uh, ik heb drie keer tegen Rico gevochten. De eerste keer was bij Showtime. Mm -hmm. uh, sloeg ik me in uh, één minuut nog wat knock-out. Ja. Um, dat was in uh, Leeuwarden. Dat ja, Leeuwarden. Bij. Toen, uh, Glory New York. Ging wel voor de wereldtitel, ik, volgens mm -hmm. mij. New York, ja. Verloor ik op punten. Ja, vond ik ook zoiets van: uh, met de punten aftrekken. Hij sloeg een paar keer naar beneden en dit en dat. Ik dacht misschien wel een extra rondje verwacht. Maar, dat ging dan uh, zijn kant op en toen kregen we een revenge. in Denver. Nee, um... ja, het zou best wel kunnen. Ik weet niet precies waar het was. Nee, nee, Den Denver. Maakt niet uit. Ja. In ieder geval die, die, uh, mijn, held. Die, die iedereen, mijn held, iedereen was erbij. Mike Tyson, ja. maar, toen heb ik Mike Tyson ontmoet. Dat was wel vreed. Ja. Hoe is dat? Ja, vreed, man. Maar kijk, ik wil Max Tyson nu ontmoeten. Nu is Mack Tyson, Max Tyson. Toen is tijd dat ik hem zag, was hij niet zichzelf. Nee. Laat ik het zo zeggen, gewoon netjes. En ja, ik, ik, ik zou hem nu wel ontmoeten. Nu is Max Tyson gewoon lekker los. Ja. Jointje erbij, gewoon lekker. Ja, het op zelf. Is hem zelf ja, ja, ik heb gehoord. Uh, ja, dan ga ik sowieso. Als hij er is, ga ik langs. <laughs> ja, man. Nu is gewoon, hij uh, gewoon cool. Gewoon een beetje. Ja. Hij heeft ze weggevonden. Ben heel blij voor hem. En, uh, ja, ik hoop dat ik hem uh, nog een keer tegenkom. Ja. Maar uh, even bij die wedstrijd blijven, die derde keer tegen Rico, uh, het, het noodlot, weet je. Het, ja, maar het, eerste ronde, hij, uh, hij overklaste me eigenlijk de eerste ronde. Ja. Want ik ben altijd degene die begint. Uh, deze keer begon hij in één keer, hij, hij begon op uh, stapje vijf denk ik. Al, en bam, 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 had hij me een beetje mee verrast. Dus de eerste ronde pakte hij. Tweede ronde kom ik gelijk erin. Die ronde stelen ik en uh, eigenlijk de laatste, de laatste 15 seconden wil ik, heb ik hem in een hoek. Mm. En in één keer ik zie een, uh, ik zie een kans. Ik denk, ik maak een mooie achterwaartse trap. Hoe ik die achterwaartse trap doe, die komt volgens mij voor de helft van op zijn buik en uh, zo op de grond. Dus hoe ik op de grond kom knaks. Ik laat mij gelijk van, ik denk mijn knie is uit de kom. Ja. Die scheidsrechter tellen, tellen. Ik zeg: zeggen: stop, stop, mijn knie, mijn knie. Ik zou niet tellen, niet tellen, want ik was, ik was bang dat hij mij dan zou uittellen dat ja, ik moet ja, doorgaan. Ja. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Ik heb die scheidsrechter uh, voor elkaar gekregen om niet te tellen. Die kwam gelijk kijken wat er met mijn knie was. Ik kwam een dokter bij en uh, ja. ja, het was kansloos. Die, die man zat te duwen, duwen, duwen. Duw, duw. Ik zeg: Ik ja, ga proberen te staan. En ja. Ik kon er niet op staan. Ja. Maar deed het, het niet heel erg pijn dan op dat moment? Dat je niet als je dit is helemaal mis? Maar, uh, ik weet niet, ik ben een ik uh, heel apart mens. Ja. Ik mag daar uh, Niekie vragen. Die, alleen die momenten dat ik moest opstaan, heb ik een paar keer gegeeld. Niki zat daar half te huilen. Ik Zeg dat doen normaal jongen, er is niks aan hand. Uh. Ik weet niet, ik ben heel apart. Ja. Ik weet niet, ik had geen pijn. Ik had niks, maar die dagen daarna ja. had ik wel pijn. En uh, na de operatie. Na de operatie ben ik doodgaan. Ja. Ben ik door hel gegaan. Ja. Fysiek, maar ook mentaal? Ja, zeker. Ik dacht dat ik nooit meer zou lopen. Nee. En, uh, in Amerika, toen ik in het ziekenhuis was, zei die man: uh, Ja, Patella is volledig afgescheurd. Hij zei: uh, We konden opereren als je wordt geopereerd. Drie maanden, vier maanden, ben je weer goed. Zo, ik, 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 ik wist niet wat ik maar Ik weet toch goed. Ik kon. Uh, ik kon de operatie daar in Amerika doen of ik kon naar huis gaan. Maar uh, mijn kinderen waren in Nederland. Mijn vrouw was uh, toen was nog samen met mijn ex-vrouw. was in Nederland allemaal. Ik denk: ja, moet ik zo, moet ik hier gaan herstellen? Zou ik misschien een half jaar moeten blijven hier? Of sowieso zo, zo drie, vier maanden totdat mm -hmm. uh, na de herstelling denk ik: nee, ga ik niet doen. Ik wil naar huis. Ik ga gewoon uh, thuis opereren. En toen uh, ben ik naar Nederland gekomen. Afspraak gemaakt met de dokter. Geopereerd. Operatie niet goed gegaan. Uh, ik had heel veel uh, littekenweefel. Mm -hmm. Dus uh, mijn voeten, zeg maar, dit, als dit mijn been is, kon ik mijn voet maar tot dit bewegen. Ja. Dus moest ik nog een keer opereren. Hebben ze mij uh, doorgedrukt door, uh, in de ondernarkose weer? Hebben ze mijn uh, been doorgedrukt zodat hij soepel kon beregen? Heb ik continu zo'n apparaatje gegeten dat op mijn benen continu in beweging was zodat mm -hmm. geleerd tegenweeg zo meer zou komen. Ja, donker periodes zat ik toen, maar ik dacht echt van dit komt niet meer goed. Ja, Want dan ik, denk je, ik kan nooit meer lopen. dus vechten staat al helemaal niet ja, man, gedachten in gedacht meer dan. Nee, maanden in bed gelegen met die apparaat thuis. Ja. Hopeloos vrienden komen langs, kom, uh, kom even frisse lucht met krukjes aan nee, maar laat me met rust. Maar ik, ik kan mijn bed niet meer uit. Ik zat alleen met mijn bed. Mijn bed was alles. TV, Netflix, series. En uh, voor de rest deed ik niks. Ik zat alleen in bed. En uh, nee, ik zag, ik zag, zag eigenlijk geen betere morgen. Of wat dan ook. Die nee. tijd. En uh, toen, uh, toen deed ik mijn visio's. Toen ging het steeds een klein beetje beter. Maar ik werd veel afgeleid kwam veel buiten zijn met vrienden dat. Ja. toen uh, toen 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 kwam de vader van uh, Slasko Rikke Jovanovic die kwam naar mij toe die heeft me eigenlijk meegenomen naar uh, Joegoslavië om even hier weg te zijn om goed aan mijn herstel te werken toen ben ik met hem naar uh, Belgrado gegaan mm -hmm. hebben we daar een paar maatjes gebleven toen heeft master fysico heeft mij heel goed geholpen. en hebben mij geholpen met de uh, elektrode dingen en blablabla, bla bla, noem maar op. Zodat ik weer uh, eigenlijk uh, normaal kon lopen. en ja. Die spieren weer aanwakkerde en blablabla. Bla. Alles wat ik nodig had. Dus dan deed ik uh, s ochtends trainen, smiddags. En uh, drie keer per dag deed ik alleen maar met die been bezig. En dat heeft mij echt uh, heel goed geholpen. Ja. Dat ja, ik echt ja. even nodig van weg van Nederland. even Daar even. Heeft het je dus... mentaal ook geholpen? Ja, want... zeker. Ja. Ja, man. Ik kan me voorstellen, in zo'n periode inderdaad, alles is zwart om je heen, letterlijk en figuurlijk, ja. dat je denkt van ja, ik laat maar zitten ook. Ik heb allemaal geen zin meer in man. Dat denk ik dat denk, dat echt dan, ja. dat is makkelijkste. Want je ziet geen progressie, je ziet geen vooruitgang, Je zit alleen in jouw benen en je kent niks. Je bent iemand die volop in het leven staat, altijd rennen, gek doen, je weet toch? Uh, springen? En dan nu elke stap die je zet ben je aan het twijfelen. Huh? Oh shit, ah, ah. ik voelde echt alles. En uh, ja, dat is, is raar, man. Ja, dat is raar. Ja, raar. Het, wanneer is het moment gekomen dat je weer een beetje in jezelf ging geloven? Uh, dan moet je eigenlijk even kijken. Want dus, uh, ik, heb, uh, ik, ik zeg ik ben heel raar, ik voel geen pijn en dingen. Mm -hmm. Dus ik moet mijn eigen, mentaal moet ik me ergens overheen zetten. En de beste manier was voor mij om te gaan vechten. Ja. En toen, uh, na de blessure, heb ik de eerste wedstrijd tegen bij Glory vochten bij tegen Daniel Van Nesten ofzo? Thomas Van Nesten. ja hij was in Amsterdam Thomas was Finessten. ik bij ja. Ik kon het zeggen, die, toen ik hem in de ring zag, ik kon niet eens rennen, nee. ik kon al die dingen niet. Maar ik moest mij <coughs> over, mijn, ik moest maar over mijn angst heen zetten. Ja. Dat was voor mij het belangrijkste, ik moet over die angst heen komen. En de beste manier is voor mij om in het vuur gegooid te worden en gewoon te vechten. Ja. Op het moment dat ik vecht, dan denk ik niet aan mijn been, dan denk ik niet aan dat. En dat was de grootste overwinning. Ik heb die dag misschien verloren, ja. maar to, dat was mijn grootste overwinning ook. Ja. Want ik heb het gedaan toen ik niet je je ik kon, ik kon rennen, ik kon niks. Ik kon niet trappen en wat doe ik? Ik deed alleen trappen met die been. Mm -hmm. Hoog, laag, ik kom weer op mijn been terecht. Dat is, ik ben soms geestelijk heel sterk, maar soms geestelijk heel sterk, heel, heel uh, zwak. Ja. En dat zeg ik altijd vanaf het begin Mij mijn, mijn kracht is ook mijn zwakheid ja. en mijn zwakte. Ja. Ik, ik, en ik hoop niet dat je boos wordt, je nee, slaat nee. mij te hard, maar ik weet nog <laughs> de, die wedstrijd tegen Thomas Van Ness een beetje bodybuilder was het hele gesprek. Ja, de hele ja. De tijd hangen, hangen, ik ja. kon niet wegdraaien. Ik, ja. ik werkte daarop op één been. Ja. Nee. Ik, ik weet dat ik die wedstrijd zag uh, en ik was wel het fan van jou en dat, dat in mijn hart om jou zo te zien, want mm. ik herkende jou niet meer als de vechter die ik kende. En dat jij niet dacht, zo'n faniste normaal gesproken, er al in zijn goede dagen ja. zou deze man wegblazen. Die jongen, die jongen heeft gelukt. Zo'n zo jongen, 20 seconden. Ja. Ik geef hem niet langer dan 20 seconden. Maar ja. omdat ik mijn stoten, ik had mijn benen niet, dus nee. om mijn stoten kon ik niet wegzetten. En hij was helemaal geen hele tijd hangen en doen. Maar omdat ik mijn, ik had mijn benen niet, dus mm. kan je die stoten niet goed inleiden. Dus ik sloeg wel, maar ik sloeg niet. Ja. Maar Want ik kan me voorstellen je... van iemand die gewend is om op het hoogste niveau te presteren. zoals jij jaren mm. hebt gedaan, hè? met de grote de aarde in de ring gestaan. Uh, dat je dan in zo'n wedstrijd tegen een met, dus met alle respect mindere mm. god. Uh, dan niet je ding kan doen. lijkt het me heel frustrerend. Is dat ook, maar daarom ben ik ook in de ring gestapt. en die jongen was dan toen op die moment. de talent en dit en dat, of weet ik veel wat hij allemaal deed. Hij heeft iemand. die. ik hoorde niet eens daar in de ring te zijn. Nou nee. ja. Als ik iemand zoals mij in dring op die moment had gekregen, dat is, dat is klaar, ja. dat is klaar, maar dat wil toch wel zeggen wie ik ben. En uh, mij krijgen er niet zomaar uit. Daarom, de laatste dingen ik ook, ik moest lachen. een wounded animal. Ik ben een tijdje een wounded animal geweest, maar ik blijf gevaren. Ja. Voor wie dan ook. Ja. Wanneer heb je weer plezier gevonden in, in op te trainen, het vechten, het hele spelletje? De plezier is nooit weg geweest. Nee. Ik, ik, zeg, ik, ben een, uh, ik ben een vechter in de ring of buiten de ring. Mm. Ik ben altijd een vechter geweest. Ik, ja. ben, ik heb gevecht, gevochten voor alles wat ik heb, snap je? En of het nou in de ring is of buiten de ring. Ik ken mezelf. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen als je weet, je weet wat je kan en je kan het opeens niet meer. En je hebt zo'n hele moeilijke periode van revalidatie. En uh, weet je wel eens een wedstrijd waarin je wat wil doen, maar het lukt niet. Mm. Dat is frustrerend. Ik kan me voorstellen dat het plezier even minder is. Ja, plezier is minder, maar daarom moet je hard werken. Ja. Vertrouwen in jezelf hebben. Vertrouwen in de mensen om je heen. En ik praat er allemaal wel zo makkelijk over, maar Nicky heeft me echt zwaar geholpen. En mijn vrienden, familie, die hebben mij daaruit de shit getrokken. Ja. Want in uh, ja, zien eigenlijk altijd wel het uitrecept als we vechten, maar er komt veel bij kijken. Ja, 100%. Er komt veel bij kijken. Ja. 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 Wat is jouw band met uh, Nicky? Is goed, man. Het is, mijn, uh, het is mijn broertje, het is mijn broer, het is mijn alles, gewoon uh, het is mijn gabber. Ja. 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 Die indruk heb ik ook, want ja. ik, ik ken jullie allebei al een tijdje, dat hij is jouw trainer. Ja, maar <laughs> ik, ja, maar ik nee. zie altijd meer jullie altijd als een soort van ja, broers, vrienden, weet ik niet. Ja, dat het, uh, ja. Ja, zijn, we, zijn we ook. In, uh, ze is dus altijd heel open en eerlijk tegen elkaar. Die Iedereen kan alles tegen mij zeggen. Ja. Maar hij kan echt alles tegen mij zeggen, snap je? En uh, ja, zo zijn we, als we bevriend of goed zijn met elkaar, dan moet je ook alles kunnen zeggen, of het nog goed of slecht is. Het ja. moet gewoon kunnen. Die zijn ongeveer even oud ook. Ja, hij, nee, hij is hem jonger dan ja, iets jonger, hem, ja. maar ongeveer ja. dezelfde generatie is dat ik een beetje opgekomen ja. in diezelfde periode ook. Ja. Inderdaad, dat Ramon er ook nog was, natuurlijk, ja. zijn broer. Uh, ik, ik zie je heb zijn t-shirt ja. ook aan. Altijd. Ik kom net lijf kom net live, live aan de sport van. Ik, ik was aan het trainen vanochtend. Dus, uh... Ja. Daarom dat ik ook wat later was. <laughs> nou, geen probleem, <laughs> geen probleem. Ja, we, we, hoe speciaal was Ramon Dekkers en hoe was het om, om hem mee te maken? Want jij was mm. nog een jonge hond inderdaad toen je, toen je daar binnen. Ja, maar ik kende hem daarvoor al. Ja. Breda uh, is geen grote stad en dus iedereen kent iedereen, dus we konden elkaar al. En uh, ja, Zoals ik al zei, ik ben begonnen bij Kees Bezens, met trainen. Mm -hmm. En toen ik 17 was, ben ik bij, uh, bij uh, Ramon Dekkers gaan trainen. En dat we, wat nu nou voor mij is, ja. dat was Ramon voor mij vroeger. Ja? ja. Ook een broer? Ja, ook een broer, vriend, ja. vader. Kan je, hij kan nu kan alles geven, maar... Ja, zuiver gast, zuiver gast. Ja. Echt, man. We hebben zoveel plezier gehad, zoveel gehaald, gelachen. Alles. Alles ja. wat ik nou met zijn broertje meemaak, ja. heb ik met zijn broer in het verleden al meegemaakt. In principe. Wat is je mooiste moment met hem samen, met Ramon? Met Ramon? Uh, Mooiste moment. Uh, dat is toch. Uh, uh, <laughs> ja, komt ja, nou komt het Ja, nou komt Wacht even. Uh, Tsjechië. Ik had gevochten tegen. To, toevallig tegen Thomas Ron. Toen hebben ze mij uh, halve finale opgelegd. 40 karen zijn uh, mij bestolen. Maar in ieder geval, klein, um, uh, naar die vrouw gaan, we hadden echt veel gedronken. En dan moesten we naar de vliegveld. <laughs> en uh, ik, kon niet, ik kon niet goed lopen, dus ik zat in een rolstoel. En Ramon duwde mij. En uh, je hebt daar zo'n uh, zo helling. Ja, ja. Maar achter was er zo'n reclamebord. <laughs> en hij gooit, hij gooit mij van die ding naar beneden. En ik kwam precies op die reclamebord. <laughs> en toen kwamen de twee van die marachisees. Maar we waren echt dronken. <laughs> en zei hij, hey, easy naar de bababab Ramon zei, wat? En in deze zin, die weer los. Hij was stil. Mochten we de vliegtuig niet in, uh, moesten we twee, drie uur wachten op de vliegtuig. Hij uh, ruzie met zijn vriendin omdat we niet naar huis kwamen. Wat gebeurt er <coughs> Vliegt er een vogeltje in de vliegtuig. Ja. Mochten, we, mochten we weer de vliegtuig nemen, moesten we nog twee uur wachten. <laughs> dat maar er was altijd wat iets, dus we hebben, so, we hebben zo lang gehad. Mooi, heel niemand die deze podcast uh, wel eens kijkt uitleggen hoe goed Roman Dekkers was, want dat weet iedereen. Dus dan de moet ze ruzie's doen. Dan moet jij hebt met hem getraind, je hebt hem meegemaakt. Hoe speciaal was hij? Kijk, uh, hoe speciaal was hij? Hij deed zwaargewicht pijn. Ja. Hij deed zwaargewicht pijn. Als je een trap van die man kreeg, of het nou een logic was of een hoge trap, zwaargewicht hadden pijn. Dat, dat, ja. dat kan ik je alleen zeggen. Zo. Zo'n krachtige, zo krachtige gozer. Uit zo'n kleine man. Ja. Dat kan je je niet voorstellen. En uh, ja, toen was ik ook uh, wat kleiner, wat lichter. We hebben vaak gespart, maar je wil je hand echt hoog houden. Het is net of een hamer jou slaat. Ja? Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. En zo snel. Nee, nee, je bent gewoon bang voor als hij voor jou beweegt. Echt. Ja. En af en toe, als het genoeg is. Geeft hij mijn hand, iedereen die hem kent, als hij jou een hand geeft en hij, hij knijpt jou ja. en hij kijkt jou zo aan, dan weet je van oké, okay, nou moet je ophouden. Ja, <laughs> ja? ja, En was gewoon in die ton met to toverdrank gevallen. Nou nee, ja, gewoon als hij jou die hand kreeg en die look, dan weet je gewoon, dan nou moet je niks meer zeggen. Kijk, beter weg en dan is het klaar. Ja, ja. ja. Veel te jong gestorven ook, hè? Ja, maar veel te jong. Maar dan zelfs, De goede gaan of... altijd als eerste. Ja. Zonde ja. 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 als je hem in één woord zou moeten omschrijven, als je terugkijkt op, op alles, ja. eigenlijk krachtige man, krachtige man, ja. zeer gemist nog steeds. Ja, ja. ja wij hadden altijd vroeger in de podcast doen, nu niet meer, maar we hadden altijd mount fight mode. Dan was zeg maar, de. Ja, de, de vier belangrijkste mensen in de vechtsport die door Maloes en mij dan waren mm -hmm. uitgekozen. Maar vroeg dan altijd vechten van uh, wie zou er wat jou betreft aan de Mount Fightmore uh, moeten. En Ramon Dekkers was uiteraard een van die vier koppen mm -hmm. die, daar, uh, die daar stonden. Uh, als ik jou zou zeggen, je mag één iemand weghalen en daar iemand neer, zou je dan gewoon nog steeds Ramon dan neerzetten? Of? Ja, Ramon altijd. Altijd, maar uh, het is... Ja, Ramon altijd. En... Kijk, vroeger keek ik altijd Ramon, Mike Thijssen. En dan. Uh, Mike Thijssen was dan van het boksen. Ja. Ik hield van de Ryan, Ryan Silsen. Ryan Troebala, ja. 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 Uh, Weer keek ik ook echt nog meer. Jury uh, Mes en zo. Ja. Ja, dat ja. Een mooie rivaliteit toen ja. in die tijd, hè? Yuri en, uh, ja, en Ryan. Amsterdam. -rein. Ja, man. dat waren toen de vechtsers waar ik een beetje naar opkeek. Ja. 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 Maar toen ja, dus in, heb je het over een periode waarin jij zelf ook al aan de weg aan het timmeren was, toch? Ja, maar toen was ik zelf ook, denk ik, rond de 85, 90 kilo. Ja. Toen, ja, toen waren Zij waren echt... allemaal 75 kilo, zo'n ja. beetje. Ja. ja. En we waren toen echt de namen. Ja. En, uh, maar zo zijn er zoveel, maar we ja. zijn allemaal een beetje gestopt want uh, als je kijkt naar zo'n Erik Zabel bijvoorbeeld, dat was ook hele goede vechter. Ja. Heb je ook tegengevochten? Ja, dan? zeker. Ja. Meerdere malen, één keer gewonnen, één keer verloren. Uh, Breg Wallace, ja. Björn Breggy. zo vele artsen. Ja. Die, ik zeg eerlijk, als die nog terug, kan, die zou tegen iedereen nog steeds kunnen vechten. Die gozer, echt. Dat zijn echte vechters. Ja. Dat was ook groter die, die Breckin. Björn Ja, ja Breg Wallace ook maar... Breg Wallace ook, hoor. Ja, ja, trouwens ook ja. ja. Ja, allemaal klauw van Gost en vochtig was ik 20, 21. Ja. Ja, wat was het jou? Want jij noemt het inderdaad, ik. De uh, K-1 periode noemen de meeste mensen als eerste altijd, hè? Mm. als van de gouden tijd in het kickboksen. Ik vond, het was, loopt misschien qua tijd een beetje in elkaar over. En ja, toen in die periode ook, met Ryan Simpson en Jury en Mes. Mensen Mace, vergeten ze allemaal, die, die, zo die, die, In die tijd, en dan had je uh, Ashwin Balrak die ja. toen nog op dat gewicht juist. mocht. had je Shakuta, ja. Tarnospong, Tarnospong. die erbij Tarnospong. kwam, uh, Perry Ubeda, je? Ja. Dat ja. gewicht. Toen Perry Ubeda, die was in die oh, tijd ook een ja, En dat was toen, wat ja. mij betreft, echt de koning dat van, juist. Was, ja. Juist. Ja, maar, juist, juist. Ja, dus daarom zeg ik, als je Ramon zegt, Ryan Simpson, Uri Mest, Perry Ubeda, die, die, die gasten mogen nooit uh, vergeten worden. Oh ja. Die zijn toch een beetje de grondleggers. Ivan Hippolyte, ja. ik nog, dat is nog iets daarvoor misschien, maar... want ja. toen had je wat, dan had je toen? Handel, King of the Ring, ja. Beast of the East, ja. uh, Gentleman Productions. Ja. Showtime, dat waren een beetje de galas. Ik kan me nog een keer Gentleman's Productions herinneren, dat jij in een limousine de zaal oh ja. had. Klopt, klopt, klopt. Toen kwam Galitzomaar met de kameel volgens mij. de kameel en, en de, de Pajouzen kwamen op een olifant. Ja. Maar er waren altijd leuke producties, ja. leuke shows. Moeten ze meer doen eigenlijk? Lekker Jammer tijden. dat die dat zijn gestopt. Ja. Is, dat, is dat een beetje de mooiste periode voor jou? Als je... Ja, wel, man. Ja, wel, dat. Dat soort galas heb je gemaakt. Joh. Kijk, ja. weet je wat het is als je mij kop op, ga, op een poster doet, iedereen komt kijken? Gooi je ja. tijdens Pong op een uh, poster, iedereen ja. komt kijken. Dat was geen social media. Nee. Maar je beseft dus, die mensen keken naar een poster van hé. Hey, ja, posters plakken onder de viaduct. O, ja, snap je? Oei, tijdens sprong, kokosak. als zaak. hé, waar is dat? Ja. Arnhem. Oh, dat Oké, okay, nee, we moeten gaan. Iedereen pak een tafeltje die, joh, Het was gezellig. Het was een uitje. Ja. En dat mist nou, man, die vuur. Het is meer uh, van hoeveel volgers hebben heb je. Dan laat ik je vechten. Dat is ja. zonde: de beste moet gewoon tegen de beste vechten. En dan krijg je vuurwerk. En ja. het is zonde. Ja. Is dat inderdaad een beetje wat? Ik, ik waak altijd een beetje voor om. Hè, de, ik wil niet zo'n oude lul worden. Ik zeg: ja, vroeger was alles beter en dit en dat. Nee, maar... ja, vroeger was niet alles beter, maar de, het vechten vond ik wel beter en harder. Ja. Harder. Vooral. Dat, dat is wat de kijker wil zien. Anders gaan ze wel naar de potjes schaken kijken, toch? Ja, en meer dat mensen nu te veel bezig zijn met: van ik wil niet tegen hem, want als ik van hem verlies, ja, dan kan ik ja. misschien. Maar wat had je daarvoor grond om te zeggen? Ja. Vroeger had je dan niks om te zeggen. Je kreeg een naam, daar vocht je tegen. Ja. Of niet? Weet je, hoe vaak ik naar een, uh, een weging kwam en uh, ze zag mij, nee, ik vecht niet tegen hem. Ja, dan uh, is er wel iemand anders die wil vechten. Ja. Je bent nog steeds hetzelfde volgens mij, of niet? Nou, nou, moet, of... je, moet je een keer aan Dennis Carroll vechten. Ja. Die ken me vanaf. Vanaf dat ik ben begonnen. trainer van Rico? Ja. 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 Die Wat Ik ken me het beste. Maar kijk, okay, hem vragen, is Adam nog hetzelfde of is die veranderd? Ja. Die kent me echt als jochie 12, 13 jaar. Die, ja. die kan daar het eerlijkste antwoord over geven. Ja. ja, maar ik bedoel, in die mentaliteit, van ik vecht gewoon tegen iedereen, maak me niet uit. Want ik, ik... ik zeg: Kijk, <laughs> ik zeg: ik begon 12, 13 jaar aan. Ik ben kom bij de sportsal aan. Uh, vrienden of hadden ruzie met jongens op het speelplein. Dat is zoals begonnen. Ze dus halen me op. Ik zeg: Jongens, kom vechten. En waar Nederlands kampioen alles, kickboxen. Ik, ik had geen flauw benam. Dat sport gewoon naast ons huis was. Zeg, kom vechten, dit is onze terrein. Hij zegt nee, wij vechten niet buiten. Als je wil, moet je bij... in de sportschool komen in de ring. Ik zeg in de ring, ze dus komen eraan. Ja. Wij spullen pakken. <coughs> Naar die sportschool zegt die, uh, ja. zeg ik, die Kees Bezams. Ja. gewoon met hem vechten. Hij zegt nee, maar eerst mee trainen. Oké, die uurtje mee trainen. Ik slaas Kaliet. Toen vochten we tegen de Dennis, uh, Dennis Wesley en Kevin van Die mm. En waren de kampioenen van die sportschool. Wij komen daar, bam, bam, bam. Ja, ik wil, ik wil niet zeggen we slaan ze in elkaar. Maar we hebben ze wel sloeg we ze in elkaar. Snap, mm. En dat waren de kampioenen toen op de sportschool. Mm. <coughs> dus uh, gelijk vlieggoed. Geen ruzie meer met die jongens. Hè? Gelijk vlieggoed op de sportschool. Ja. Op het kickboksen. Geweldig. Volgende week later voor, zat ik al in de ring was ik aan het vechten. Ja. Dat is mijn mentaliteit. Wanneer ik, ik zeg ik, ik, ik sla jou, dan sluit. ik jou. Ja. Ja. Ik ben geen maken. Wanneer ik zeg dat ik iets doe, dan, dan kom ik dan te doen. En dat heb ik vanaf jonge leeftijd meegemaakt. Ja, want dat deed je op straat ook? Ja, tuurlijk. Ja. moest. Als iemand mijn neefje of mijn nichtje lastig vond, ik was de eerste. Ja. Ik was de eerste die het ging oplossen. Ja. Waar komt dat vandaan, die, die, die vechtloosheid? Zet dat van nature in je? Of is dat iets door je jeugd zo gevormd is? Of? <tijds> Ja, ik denk dat. En apart denk dat gewoon in mij zit. Mijn moeder is kei rustig. Mijn vader heeft ook zijn temperament, maar wanneer het moet. Dus ja, ik denk dat ik gewoon het beste van beide werelden heb. ja, maar soms hebben we vechten die komen. Ze komen uit armoede, of ze werden geslagen thuis, ik of weet je wel, door, door iets ik, gevormd. Maar, we jij... zijn nooit de rijkste geweest, nee. maar. Uh, ja, vechten is, is easy. easy. Hmm. Gewoon Gewoon normale rustige jeugd had Nou, rustig? rustig. Wel, ik was niet de, de liefste of nee. de rustige jongen, nee. Ik, kom, uh, ik ben echt een straatjongen ik was van buiten, tenminste vroeger. Ja. Maar wat, hoe komt dat dan? Hoe komt dat? Ik kom uit 1986. Mm -hmm. De uh, jaren negentig waren niet de rustigste. Ik kom van uh, Breda. Uit de Ben al de wilde als de ja. mensen weten welke buurt dat is, dan weet je hoe ik ben opgegroeid. En rauwe ja. buurt, ja, rauwe buurt, gewoon junkies, <laughs> ja, dus... en gewoon wat iedereen nou ja, 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 zegt ja. en die dingen, snap je, dat was gewoon normaal. Ja. Ik zag dat elke dag mensen elkaar steken van de flat, gooit naar beneden, schieten. Ja. Ja, dat is normaal. Ja. ja, dat vind je normaal. Maar het is, als je zo'n jongen ziet, is natuurlijk niet normaal eigenlijk? Het is niet Als normaal. je erover nadenkt. Het, als, het, is, ja, het is niet normaal. Nee. Het, is, het is zeker niet normaal, maar als je het ziet tien, vijf keer, wat is, is het niet raar meer. Nee. En nu zien mensen en dingen meer omdat het op de social media zit en dit en dat. Maar ik, ik heb dat eigenlijk al vroeg meege, uh, ja. meegemaakt en gezien. Uh, nou ja, maar ik, ik, ik zoek altijd een reden van waarom iemand doet, waarom, uh, wat hij doet. En uh, dit is wel een reden waarom bij jou al vroeg dat overlevingsinstinct is aan, uh, aangestoken. Ja, andere mentaliteit, anders opgegroeid, uh, ja. niet met een uh, mes en leven, laat ik zo zeggen. Nee. Ik Ben niet met mes en leven opgevoed? Ik ben uh, opgevoed buiten. Ja, ja, de witte van de straat. Ja. ja. Een, een, een straatjochie. Ja, straatjochie. Ja. Ja. Zo noemen ze dat dan. Ja, ik ik hoor, zeg het dan ja. met alle respect. Ja. Zo ben ik zelf ook. Ja, ja. Ik ben ook een jongen van de straat geweest uh, vroeger. Weet je, en, en het, het, het vormt je mentaliteit. Weet je? Het, maakt, het geeft je het geeft een, een, ander, hardheid, geeft een, je een ander kijk op het leven. Denk ik. Ja. Ja, ja, het geeft ja. je meer een ander kijk op het leven. Ik ben niet zo snel onder de indruk van dingen. Nee. 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 Wat vind je mooi in vechten? Vechten. Vechten, ik vind. Uh... Ik vind het mooi om het licht uit iemands ogen te slaan. Ja. Mooier dan een orgasme, zei je ja, ja, kijk, die, die is gewoon bonus. Die moet je doen als je hem hebt gegeven, dan moet je dan wel een vrouwtje geven, want uh, een vrouwtje is het beste. Dan. Om het af te maken. <laughs> ja, om het af te maken, want uh, ja. Ja. <laughs> we gingen <even> verkeerde afslag. <laughs> ja, we kunnen hier alle afslagen, het maakt mij niks uit. Maar, nou, maar wat, is het, wat is het gevoel? Wat is het, de, de, de essentie van het vechten wat jou zo aanspreekt? Is het inderdaad het overlevingsinstinct wat loskomt? Of het, de ultieme voldoening die je hebt als je iemand nog oud Wat is dat gevoel? Ik weet gewoon verspreekt? dat ik iedereen nog oud zal Ik weet gewoon dat ja. ik weet dat wat ik in me heb. Ik weet dat ik gewoon iedereen kan verslaan, ja. en daarom vecht ik ook tegen iedereen. Ik heb nog nooit in mijn leven nee gezegd. Ik pak, uh, is niet dat goed, is ook op het laatste moment een wedstrijd aan, uh, I don't give a fuck wie het is. Ik nee. kijk geen wedstrijden, uh, kijk mijn tegenstanders ook nooit. Dat doet mijn trainer. en Ik heb zo'n vertrouwen in mijn trainer dat ik. Ik ben echt zo'n oldschool guy, dus ik kijk geen, uh, nee. geen video man. So, ik ben niet onder de indruk van niemand. Nee. Want als ik nou naar buiten loop en iemand Slaat mijn dochter of is het nou drie Sam Shields, of weet ik veel wat. Ja, maar ja, het, nee, niet dat nadenken. Dat was gewoon man. naar voren en nee. die kunnen ook plat. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Was er eigenlijk, eigenlijk geen andere mogelijkheid voor om, om dit te worden, om vecht te worden? Toch, als je zo in elkaar zei, ik, dan was dit voorbestemd. Ik, 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 ik voor zag altijd tegen de jongens, als ik net had gevochten, was ik dood geweest. Ja. ja? Ja. Maar dan was je de andere kant op gegaan op straat? Ja, dat is wat je ervan wil maken, maar ja. Ik, ja. ik was er niet meer geweest. Dat weet ja. ik zeker ja. Maar waarom dan niet? Gewoon omdat, ik, omdat ik, dat, ik weet al. Ik weet wie ik ben, ik weet hoe ik in elkaar zit. En als ik de sport niet had gevonden, dan had ik uh, de rust, de zelfvertrouwen ja. niet gevonden, denk ik. nee Want zoals je nu naast zit, want ik ken je eigenlijk altijd als een hele ik ben altijd een lieve actief. rustige kalme ik ben kijk weet weet jongen. wat is? ik ben ik ben druk ik kan druk zijn ja. ik kan heel rustig zijn ik heb ja maar dat is als je jezelf kent dan zeg ik daarom ik ben, ik ben heel rustig geworden ja absoluut ja, ik ben precies. ik ben <coughs> laten we zeggen na mijn achttiende ik leefde al vanaf 12. vanaf mijn 12, hmm. vanaf twaalfde leefde ik al was ik ja. al buiten dat ik met Ja. Maar vanaf mijn dertiende sla ik ook mensen van 18, 19, 20 ja. sla ik de koud. Ik kwam met de auto en ik, ik zat in een busje achterin. <coughs> Snap je? Dus ik weet wat ik kan en ik weet wat ik zou doen. Ik ken mezelf heel goed. Mm -hmm. en, daarom, en mijn moeder en mijn familie. We zijn gewoon, we weten wat we kunnen. En ja, ik hoef me voor niemand te bewijzen, nee. als ik het zo zeggen. Nee. Als je je zo vertelt, in, in, in... Ik krijg een beetje welke vibes je krijgt. Die ook altijd zo rustig en lief overkomen. Je gewoon een beest op straat. Ik krijg een beetje Kimba slice vibes bij je. <laughs> dat zegt ze wel eens vaak. Ja? Dat is zo, ze Ja, een bandje. Ik zou hem eigenlijk toevallig meenemen vanochtend, Maar hij uh, moest werken. Het, het komt niet uit. Maar hij zegt ook altijd. Maar dat zijn ook mensen waar ik graag tegen had willen vechten. Ja. Want als, de, de was, ja, waar hun, waar, hij deed op straat vechten. Hij zei zijn je met hem durven? zijn we met hem durven? Ik zeg toch, waarom ja. niet? Je weet Hij is toch ook een mens, hij bloedt ook. De, ja, hij is er uh, mag, mag zijn zoon uh, rust in vrede. Sorry. Ja, 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 ja. Ja. ja, veel te vroeg. Ook ja, een ook keer veel te vroeg gegaan. Ja. Zijn zoon doet ook uh, vechten? Of is die gestorven? Ja, Babyslice vecht bij, uh, bij Bellator. Ja, ja. Die ja, ja. Ja, is wel wat kleiner. Ja. Maar zo ja, doet, doet, doet hij het vrij goed. ja. ja, ja, ja. Okay. Uh, maar als je zo hoort, en sorry dat ik weer over begin, Dank als je vindt dat ik te ver ga, dan moet ik... Mag je mag alles zeggen, man. Maar als je dit nou vertelt, he, wat je <laughs> in je hebt, en uh, ik uh, wel mensen gesproken met, die met jou in de ring hebben gestaan en zeggen als stuk voor stuk allemaal ik ben nog nooit zo hard geslagen door iemand als door Errol Zimmerman. Is... Maar dat heeft, dat heeft Raymond Biaske zeker niet tegen jou gezegd. Nee, dat heeft Raymond Biaske niet gezegd. Nou. Maar er zijn er wel er zijn er verschillen die dat wel gezegd hebben. Uh, ik ken Nick natuurlijk goed, die valt met jou op de pet train. En weet je, en iedereen die met jou traint en gevocht heeft, die zegt hetzelfde. En, uh, weet je, en dan kom ik weer terug op het verhaal van nou ja, je, leeft, je, je vocht wel als een, als een, als een, als een krijger, maar je traint er niet als een... Altijd als een prof, zeg maar, dat je er misschien meer uit kunt halen. Ja, en... nou, maar ik trainde, ik trainde wel altijd. Ik geef altijd een volle 200%. Ja, maar heb je dan niet het gevoel dat je van... Nou, weet je, je gaat Rico Verhoeven met de, de, dezelfde instelling van Rico Verhoeven. Die, uh, weet je, op tijd naar bed gaan en, nee. en leven als een... Maar dat, dat, ben ik, dan ben, dat ben ik niet. Nee. Ik ben niet iemand die om tien uur of negen uur kan slapen. Nee. Ik heb daar veel voor energie van. Ik kan dat niet. Nee, dat is niet... Dat is, ja. Dus daarmee is, het is gewoon eind de discussie eigenlijk. Dit is gewoon hoe het te gaan dus. In... Rico is Rico, Ik ben ja. er nog. Ja. Ja. Ik ken het niet anders voor. Ja. Ja. ook geen Hollywood films. Het zou mooi zijn. Waarom niet? Waarom niet? Wie zou er niet in de film willen spelen? Ja. Als kleine jongen, als kleine jongen wist ik al dat ik op tv zou komen. Ik keek altijd naar chocolade van Dam, die vechtfilms ja. dit en dat. Bloedsport, weet het, ik. Wist ja. al van. Ik zou het moeten. Ik, ik, ik ga er ook. Ik ga er ook. Want ja. het is ontwikkeld naar vechten. Nou, zoveel gasten die voor mij hetzelfde. Mm. Kickboksen en blotsport ja. dat zijn de twee films die voor ja. mij waar uh, <laughs> ik die, 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 die sport ging volgen. Eigenlijk, wie ja. uh, vindt vechten nog steeds leuk? Je bent nog steeds aan de weg aan het timmeren. Je doet in maat tegenwoordig bij KSW. Ja. ja, hoe vind je dat? Kikker man. Ik hou ja. de vorige wedstrijd wou ik eigenlijk. Had ik eigenlijk al verwacht dat het MMA zou zijn, maar toen hebben ze uh, veranderd naar kickboxen, kickboxen met kleine, met kleine handschoenen. Ja. En dan mag ik los gaan, man. Ja. Hoe is dat eigenlijk met kickboxen met kleine handschoenen? Iemand Lek... met jouw kracht met die kleine handschoenen? Ik zeg handschoenen eerlijk, te slaan? Het, het is lekker man, maar ze uh, is riskant man. Het is ja, riskant. je breekt ik, 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 ja, ik snap die mensen niet. Nee. Ik snap die mensen die. Ik weet het niet man, ik doe me eigen echt pijn. <laughs> Duizend nog steeds uit te komen van die, van, die, van, die, uh, van, die, van die vorige partij. Ja, hoe, ja, hoe, hoe lang het duurde. Ja. ja. Maar... Uh, bizar met die, met die kleine handen. ja Is het ook echt anders? Sla je anders? Moet je anders slaan dan met, met bokshandschoenen? Ja, ik denk dat als je een hoek geeft dat je hem... Uh... Ja, het is, het is wel anders dan met kipbokshandschoenen. Ja. Ik ben vatbaar om Nee, ik weet niet. ja die KSW handschoenen lijken me ook een beetje groot. Ik denk dat die van de UC wat compacter zijn. Ja. Ik weet niet, moeten daar nog moeten we even onze vruchten plukken, Dus misschien ben ik wat bij UC even uitproberen. Eerst even deze school even nog koud slaan. Ja. Even ground en pounderen. Ja, man. Ja, ik maar, heb maar, er zin. Wat eventjes want je vecht nu dan uh, voor de tweede keer bij KSW, maar voor de eerste keer op MMA-regels. Ja. Uh, wat, wat kan je verder vertellen over je tegenstander? Wat is het zo met je? Uh, nee, hij heet Sarara, hij heeft laatst uh, tegen Ark gevochten, Ark had van hem gewonnen, punten. Drie rondes volgens mij. Ja. En uh, ik weet dat hij kaal is en ik weet dat hij nog koud gaat. <laughs> en uh, kijk, heeft hij geluk, dan gaat hij met de eerste serie liggen. Mm -hmm. Heeft hij pech, krijgt hij een paar lidtekens van mij. Oh. Want het is MMA, hè? dus er uh, ja. kunnen lijpe dingen gebeuren. Ja, maar hij is van origine ook meer een staande vechter, hè? heb ik begrepen. Ja, ja, ja dus hij niet... maar hij wil me naar de grond halen. Ja, dat snap ik. Dus hij is uh, uh, veel aan het rostelen en dat soort dingen. Ja. Hij wil me naar de grond halen, want hij wil niet met mij staan. Niemand wil met mij staan. Natuurlijk nee, niet, ik ook niet. Ik denk alleen Nogano misschien, dat hij als hij durft. Maar niemand wil bij mij staan, nee. niemand. Nee. ben je zelf wel een beetje aan het grappelen en doen worstelen ja zeker Valentine helpt me een beetje mee en uh, ja want ik wil nou gewoon een beetje even door die divisie gaan ik heb nu voor drie wedstrijden uh, getekend uh, alleen in Polen Ik kan vechten waar ik wil ja en uh, in Polen doe ik alleen bij KSW en MMA dus uh, ja we gaan het zien ja. Heb je ook echt ambities? Dan denk je van, nou, als dit goed gaat, dan wil ik misschien mijn wel mijn, mijn ambitie is gewoon de sterkste man die er is, die wil ik tegen vechten. Ja. En ik ben de sterkste, dus ik wil, gewoon, ik wil iedereen gewoon de tering inslaan. Ik wil gewoon laten zien: van, I am the BMF, snap je? Ja. Die BMF-bel die je uh, mus heeft, die hoor ik te krijgen. Ik ben hier. The best motherfucker. Ja. Dat ben ik. Anytime, any place, ja. any hoe. Dat ja. heb ik al gedaan. Bro, kijk, nu is het allemaal zo. Oei. Oh, kipboksen gaat naar MMA. Dat deed ik in 2008 ja. al. Uh, alles heb ik al gedaan. Ja. Noem maar op. Vocht in kooi uh, voordat vocht ik daar. Dus ja. Yeah. Wat nou allemaal wow wow spectaculair mm -hmm. is, heb ik al gedaan. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is boksen. Ja. En uh, als Diane Tewald wil uitproberen, <laughs> <is> ook welkom. <laughs> Kom maar. Ook welkom. Ga voor niemand achteruit. Nee. Maar dan zou ik wel echt een. Uh, voor hem denk ik dat ik vier maanden nodig heb, een professionele bokstrainer erbij die mij even zo zo laat zien van zo en zo, en die gozer kan het ook krijgen. Ik denk dat dat de meest makkelijkste wedstrijd is. Ja, qua, qua stijl en uh... ja ja ja. ja. Ik, ik snap wat je daarmee bedoelt inderdaad. Maar is de, is de focus nu echt wat betreft MMA? Is dat iets wat je gewoon, of ik maakt het ik wil doen? Ik wil gewoon, ik wil iedereen. Je wil gewoon vechten. Ik wil nou MMA boksen. Ik wil gewoon iedereen nog elkaar stellen. Ik wil gewoon dat iedereen nou in deze Instagram tijd Errol Zimmerman is de gevaarlijkste vechter ooit. Ja. Ik weet dat ik dat ben, ik wil dat nou aan jou laten zien. Ik ben niet iemand die praat en dat soort nee. Tekenen, vechten, oké okay, hou de we volgende weer. Ja, en zo ben ik sinds mijn twaalfde ben ik al geweest. En ja. dat laat ik ze nou nog steeds zien. Oh, je bent 36, mensen van de heavyweight, ben je nog best wel jong? Ja, bijna 37. Ja, 37, sorry, maar nog steeds in de heavyweight ben je niet oud, ben je ja. nog ben je jong, kan je nog makkelijk een paar jaar mee? Wat, wat heb je nog meer gedachten? Wat, wat wil je? Kijk, uh, Rico gaat sowieso stoppen. Dus om zijn naam, ik zou graag nog een keer tegen hem willen vechten. Gewoon dat heeft persoonlijke redenen. Mm -hmm. Tenminste, met die blessure. Met jullie geschiedenis. Heel, heel, heel raar gestopt. Maar nou tegen hem zeggen ik wil tegen hem vechten is, is dom, dat gaat nooit gebeuren. Uh, daarom zeg ik: Nu, nu wil ik mij uh, laten zien dat ik gewoon de gevaarlijkste man uh, op de wereld ben. Ja. En als Jake Paul zulke domme kansen kan krijgen, waarom ik het niet? Ik ben een legit vechter. Ik ben echt iemand die kan vechten. <coughs> en als J uh, Jake Paul kan, waarom kan ik niet zo'n kans krijgen? Ja. En waarom zou je niet tegen Rico kunnen tragen? Ik bedoel, als nee, jij dus als als nu twee of drie gasten uh, KO slaat, is dus niet zo dat, dat de tegenstanders uh, voor het opraken liggen? Nee, voor nee. Maar, maar kijk, die, ik denk dat Rico niet meer vecht. Nee. Ik hoop van hem dat zijn blessures goed gaan. En dingen. Maar ik denk dat hij niet meer gaat vechten. Nee? Nee, ik denk het niet. Hij kan okay, ja, misschien wel, wie ben ik, om te zeggen dat hij niet meer mm -hmm. zal vechten. Maar dan alsnog. Alles had hij van plaatsjebad winnen of verliezen, ja. dan gaat hij toch stoppen. Ja. Wat, die jongen heeft ook alles gedaan wat hij allemaal moet doen. Wat moet hij nog meer doen, die jongen? Ja. Hij wil naar de films. Hij heeft zo'n mooie weg daarnaartoe uh, ja. gecreëerd. Ja. Nou ja, ik, ik kan me voorstellen, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar dat. Een plaatsjebad is natuurlijk geweldig en die slaat allemaal gasten k.o. Maar nee. heeft, niet, geen, heeft hij geen storyline mee? Begrijp ik, ik bedoel. Er is geen nee. verhaal daar. Maar gewoon... had, anders hadden ze mij al uitgenodigd bij Hittet. Ja. Had, had hij niet tegen Helsdig gevochten. Nee. Kijk. Kijk wat Rico met Hest heeft gedaan. Ja. Kijk wat Bader met Hest heeft gedaan. Wie mm heeft -hmm. nog meer tegen Hesting gevochten? Uh, de laatste jaren. Uh, is in kijk, in ieder geval, maar kijk ja. wat ik met Hest heb gedaan. Ja. Maar dat is het verschil. Mm. Als hij een echte dat had, ge had gewild, had hij mij gebeld, maar ze hadden gekozen voor Hest. Ja. Maar ik zag dat gaat niet meer. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. En als anders lijkt het me leuk als hij bij HET, het wil doen. Dan ken ik hem echt het op zijn eigen show. Maar ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren. Okay. Dus ik kijk gewoon uh, wat er wel op mijn plaatje komt, wat er wel uh, vatbaar is. En uh, dat is nu momenteel KSW. En uh, als Walder misschien toch uh, zin heeft. Wie weet. Is het wishful thinking eigenlijk? Of is daar echt een lijntje of is daar een route naartoe? Nee, ik weet niet. Uh... Tegenwoordig moet je dingen gewoon praten, toch gewoon zeggen. Dus ja, ik zeg, al, als Jake Pallet kan doen, waarom ik er niet? Ik heb een echte cv, ik ben een echte vechter. En uh, nou ja, ik, de Balmer is niet zo gevaarlijk. En als AJ een trainingspartner nodig heeft om te trainen, mm -hmm. zou ik hem graag willen helpen. Want uh, ik denk dat ik veel van hem kan leren. En ja. ik denk dat, dat, hij, dat ik hem ook veel bij kan brengen. Ja. Wat zou je ben, van hem kunnen leren? Gewoon het trainen, hoe hij doet, het eten. Uh, hij zal wel veel kunnen bijbrengen qua boksen. En uh, ik, ik, kan hem, uh, ik kan hem echt de druk geven, denk ik. Wat hij nodig heeft in ja. het boksen. En, en wat jij hem... Ik zeg niet dat hij geen echte vechter is, want dat is nee, hij is een wel, absoluut een echte vechter. Maar maar hij kan wel echt leren vechten van jou. Want in zijn laatste wedstrijd ja. is een beetje... Ja, hij moet even dat die, beest... De fut is er een beetje zo. uit. Ja. ja. En ik denk dat ik hem uh, op trainingen wakker kan maken. Ja. Want in zijn ogen zou ik niemand zijn. Maar als ik mijn handen op je zet, dan dat haalt iets uit. Je, ja. snap je en ja, bedoel, Je slaat hij hem eerst je neer en maak je hem wakker? of wakker? Ja, ik weet niet. Ik, uh, het moet nog gebeuren, snap je? Ja. Het kan zo zijn uh, dat hij mij levenstoet geeft en uh, ik geef geen kick. Snap je? En dan kan hij al gaan krimpen: van hè, ik heb hem op mijn hart gegeven en die jongen geeft geen kick. Ja, dat soort dingen. Ik kan mensen klein laten voelen. En, uh, dat zou hem uh, weer beter kunnen maken. Ja. Mooie dingen. Um, je zei in het begin: ik kijk niet graag achterom. Maar als je over een paar jaar, als je stopt, weet ik wel, vijf, zes, zeven jaar, wanneer dat ook is, als je, als je stopt, terugkijkt op je leven en carrière, wat hoop je dan te zien? Wat ik nu zie? alleen vuurwerk <laughs> werk. Alleen vuurwerk. Alleen vuurwerk. Dat is mijn carrière. Alleen vuurwerk geweest. Ik heb een paar. Uh... Ik ben over een paar drempels gegaan. Mm -hmm. Maar ik ben er ook altijd weer bovenop gekomen. En uh, daar gaat vechten over. Ja. Voor mij zijn net dat je niet zo trots Maar volgens mij ben je best wel trots. Oh. Zeker, ik ben, zeker, ik ben wel trots. En terecht. Ik ben wel trots wat ik heb gedaan. Waar ik ben geweest, wat ik heb uh, gecreëerd voor, uh, voor uh, de mensen nu ja. voor de toekomst. Net zoals uh, Jeremy en de dado. Uh, dat is de toekomst. Snap je? Ik heb alles al gezien en ik probeer hen nou te begeleiden om het nog beter te doen. Ja. En als ik het zeg, dan kan ik dat, dat ik, hun zullen dat altijd aannemen. Snap je? Het is niet zomaar iemand die wat zegt. Nee. Dus uh, ik werk nu meer deels voor hen. wat ik doe nu in de ring, dat is voor hen. Voor mijn teamgenoten. Dat zijn de mensen die mij kennen. Dat zijn de mensen die, die zien wat ik doe in de ring en buiten de ring. Want voor de anderen ben ik gewoon uh, een entertainer. Mm. Snap je? Voor de buitenwereld. En ik zie mezelf niet als een entertainer. Ik kom om uh, mensen pijn te noemen, om mensen af te maken. Het is een vriendelijk game, maar er is niks vriendelijk aan. Ja. En dat vinden uh, mijn fans mooi om te zien. Maar met een missie is een gevaarlijke man. Oké, 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 <laughs> Mooi. Het verhaal is nog niet klaar, maar um, ik vind het mooi dat je hier was. Ik ben blij dat ik je eindelijk hier heb gehad. Ja, je hebt maar al meerdere maar ik, ik zeg eerlijk, ik hou niet van de camera. Ajo. Ik hou niet van de camera. Nee. Daarom heeft het zo lang geduurd om te komen. En eerlijk gezegd, toen is het tijd. Wou ik ook niet komen. Ja. Want dan was het meer Rico, dit, wat het dit. En ik, ik had daar geen zin, geen ja. behoefte om over te praten in die tijden. En uh, als het echt over gaat, moet het over mij gaan en niet over iemand anders. Nee. En <coughs> dat was meer de keuze dat ik die periodes allemaal geen interviews deed. Want ik wist toch al waar het over ging. Ja. Ik ben blij dat je er toch was. Oost, um, dankjewel. 22 april, KSW. KSW. Je kan het zien via. Fireplay? Fireplay, ja. Check-in. Voor de gokkers. Voor de gokkers. Eerste ronde, man. Eerste ronde, Zimmerman KO. Ja, toch. Ik ga meteen zetten, zo meteen. Want het is een vijf minuten ronde, zo. Ja. Het is bijna een toernooi. <laughs> Hij heeft er nooit minder uitgevochten nee. dan dat. Uh, Errol, dankjewel. Ik wens je veel succes. Bedankt voor je openhartigheid en mooie verhalen die je gedeeld hebt. Ik mag je nog langs onze sponsor uh, Special Gold CBN, 25% full spectrum, een flesje aanbieden. Uh, bij deze voor jou. Dankjewel. Goed Voor topsporters zoals jij. Uh, voor het herstel na het trainen. Helpt ook om beter te slapen bij pijnbestrijding en nog een heleboel andere voordelen. Dus uh, ja, veel plezier daarmee. Nou, vanavond even de lik geven dan. <laughs> Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Je weet waar we te vinden zijn. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende. Oes!